Ik gaf Kees het lelijkste opscheertje ooit, dus pakte ik het scheerapparaat en begon ik met scheren, waarna Kees na een tijdje zitten nogal ongeduldig werd en even een pauze nam om wat te gaan drinken. Om het vervolgens zelf ook eens te gaan proberen, al maakte dit het niet echt beter. En nadat Kees haar al compleet verpest was, gebeurde er ook nog eens hetgene waar we al die tijd al bang voor waren. Het scheerapparaat deed het niet meer.